Hey, tof dat je luistert naar onze Preek Only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials, Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info@lsm.nl. We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy. We gaan het hebben over Gods orde in de gemeente. Gods orde in de gemeente. We leven in de kerstdagen, waarbij we gedenken dat Jezus naar deze wereld is gekomen. En we vieren het, omdat hij ook in ons leven is gekomen. En hij is naar deze wereld gekomen om mensen te redden. En iedereen die gered wordt, wordt onderdeel van zijn gemeente. Is de bruid van Jezus Christus. Dus God heeft zijn zoon gestuurd naar deze wereld om mensen te redden. En je wordt toegevoegd in de gemeente van de Heer. In de samenkomst van de Heer. Oud Testamentisch had je ook een gemeente. Dat waren de 12 stammen van Israël. Dat was Iglesia. Hè? Het was de gemeente, de samenkomst, de kerk om het zo te zeggen. Nieuw Testamentisch is de kerk iedereen die zich bekeert over de gehele wereld, Jood en Griek. En dat staat voor de gehele wereld. En je komt in het lichaam van Christus. Je komt in het lichaam van Christus. In wiens lichaam kom je? Christus. Je komt niet in jouw lichaam, je komt in het lichaam van Christus. En van Jezus wordt gezegd, hij is het hoofd van de gemeente. We gaan het als een college doen vanmorgen. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, Jezus is het hoofd van de gemeente. Het is zijn gemeente. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Oké. Erken je hem als hoofd van de gemeente? Oké. Nu, deze boodschap geldt voor ons allemaal. Ook voor Edgar Holler, want ik ben ook deel van Gods gemeente. En de Bijbel zegt ons dat genade gekomen is om ons op te voeden. Je leest het in Titus hoofdstuk 2 vers 11... De genade van God is gekomen om ons op te voeden. De genade die gekomen is, is Jezus Christus. En opvoeden betekent mensen dingen bijbrengen. Opvoeden betekent mensen normen en waarden bijbrengen. Waar jij in gelooft. Wat een samenleving laat functioneren. Wat een gezin laat functioneren. Mijn ouders hebben me opgevoed. Dat houdt in dat ze me dingen gezegd hebben die ik niet zag. En ze hebben me dingen gezegd die ik niet leuk vond. Maar ze hebben me opgevoed. En het heeft me geholpen om op te groeien. Ik kreeg groenten wat ik niet wilde eten. Herkennen we dat? Wil geen groenten. Maar mijn ouders dachten, wil geen groenten. Wil dat je sterk wordt. Dus ik kreeg groenten. En sommige groenten was bitter. Sopropo, alle Surinamers die mij horen weten dat sopropo bitter is. En zo zijn er meerdere zaken wat een kind niet altijd lekker vindt. Maar bitter in de mond maakt het hart gezond, zeggen ze. Ja. Bij het opvoeden van onze kinderen, ik weet dat mijn vrouw at yoghurt zonder suiker. En ik vond yoghurt met suiker gewoon hemel op aarde. En ik denk, waarom eet ze geen suiker? Ze zegt, nee, ja, het is niet zo goed. Ze gaf yoghurt zonder suiker aan de kinderen. Maar op een of andere wijze hebben ze van papa geproefd. Waarom lachen jullie? Wat was het precies, schat? Gaf ik ze? Ik gaf ze. Ik gaf ze, dus ze proefden het. Ja, ze hebben het geproefd omdat ik ze gaf. En toen wilden ze die van mama niet meer hebben. En later heb ik er spijt van gekregen, want ik heb ontdekt dat suiker inderdaad een boosdoener is. Je hebt wat suiker nodig, maar overal waar je het kan skippen, moet je het skippen. Maar ik ben opgegroeid dat zoet drinken en al die dingen, frisdrank, dat was normaal. En uiteindelijk heeft mijn vrouw toch gelijk gehad.
En met pijn heb ik moeten toegeven, schat, je hebt gelijk gehad. En die kleintjes, breng ze dan bij dat yoghurt zonder suiker goed is. Dan heb je een gevecht van hier tot ik weet niet wat. En zo is opvoeden in het natuurlijke heeft al zijn punten en in het geestelijke ook. En sommige dingen die je vandaag zal horen, ga je niet leuk vinden. Ik wens dat ik alles kon zeggen wat leuk is. Maar ik ga je wel zeggen wat goed voor je is. Wat goed voor je is. Genade van God is verschenen om ons op te voeden. En God voedt ons op. Hoe voedt God je op? Door zijn woord en door zijn vijfvoudige bediening. In de eerste plaats, God voedt je op door zijn woord en door de apostel, de profeet, de evangelist, de herder, de leraar. God voedt je op. En vooral door de apostel en de herder. Want daar is waar het echte ding gebeurt. De apostel en de herder, dat zijn degenen die je zijn toevertrouwde God. Gaan we zo meteen zien. En Jezus zegt, hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn, als je liefde hebt onder elkaar. Dus we moeten met liefde omgaan met elkaar en vooral de liefde van God laten werken door ons heen. Want anders kan je niet met liefde omgaan. En dat vind je in Johannes 13, vers 35. Het is een liefdeverhaal. God voedt ons op uit liefde. Hebreeën 12 zegt het ook. Hij zegt, je ouders hebben je opgevoed. Het was niet altijd leuk, maar God voedt je ook op. Lees het. En als je door God laat opvoeden, word je een probleem voor de duivel. Als je door God laat opvoeden, ben je onverslaanbaar. Weet je wie zich ook door God heeft laten opvoeden? Jezus. Er staat van Jezus, hij groeide op in wijsheid en genade. Dus hij heeft zich laten opvoeden door God. En opvoeden is niet altijd leuk. En ik weet dat mijn pa zei tegen mij, zegt, jongen, je moet vroeg opstaan. En ik, oh man, wat was het bed lekker 's morgens. Hij zegt, je moet vroeg opstaan, ijverig zijn, je best doen. Opdat je later toch een goede baan zal hebben. En dan riep hij me 's morgens. Want mijn wekker ging af en ik bleef liggen. Zei hij, Eddie. Ja, pa, ik denk ik moet snel antwoorden dat hij weet dat ik niet slaap. Al was ik 3 uur. Ja, pa. Maar hij hoorde geen geluid. En na een paar tijd zei hij, Eddie. Dat was voor mij het teken om echt eruit te komen. Want anders komt hij eruit. Maar wat ben ik blij dat die man me heeft geleerd om ijverig te zijn in die dingen. En ik heb dit goed kunnen gebruiken met mijn studie, met al die dingen. Want het is een patroon in mijn leven geworden. En nog steeds om ijverig te zijn, te studeren en te doen wat je moet doen. Schrijf het op als je wil. En die boodschap wordt opgenomen. Je kan het ook herbeluisteren. Alle lokale gemeenten bij elkaar in de wereld vormen de universele gemeente. Dus alle gemeentes die er zijn in Nederland, in Afrika, in China, in Indonesië, Azië, noem het maar op. Dat is de universele gemeente. Dat is de totale gemeente van God. Maar je snapt toch dat niemand die gemeente kan leiden. Hoe kan de voorganger de totale gemeente van God leiden? Dat gaat niet. Afrika, China, Indonesië, Amerika, noem maar op. Dat gaat niet. Maar de lokale gemeente, God heeft dat ding onderverdeeld in hapklare brokken. Dat zijn de lokale gemeentes in Nederland, in Duitsland, in Engeland. Die zijn wel te behappen door leiders. En God heeft dat systeem mooi gemaakt. Nou zijn er mensen die denken, ik hoor tot de universele gemeente van God, niemand zegt me wat. Nou, die hebben dus hun principe gemist. Er zijn mensen die zo zijn, hè? Ja joh, we zijn allemaal christenen. Dan ben ik hier in deze gemeente, dan ben ik daar. Ik ben een hopper, een shopper, al die toestanden. Je hebt zulke mensen, zulke christenen. Je hebt ook christenen die zeggen, ik hoef niet naar de kerk te gaan om God te dienen. En er zijn niet weinigen die dat zeggen. Ik hoef niet naar de kerk te gaan om God te dienen. Maar mijn Bijbel leert mij dat ik wel naar de kerk moet gaan, omdat ik God dien. Want inderdaad, ik hoef niet naar de kerk te gaan om God te dienen. Want ik hoor, als je bedoelt het gebouw, want ik hoor God overal te dienen. Maar God heeft het wel degelijk zo gesteld dat we samenkomen.
om elkaar te versterken, te bemoedigen, te inspireren. En hij zegt, waar twee of drie tezamen zijn in mijn naam, pratend over de lokale gemeente, daar ben ik in het midden. Hij zegt niet, waar miljarden zijn in mijn naam, ben ik in het midden. Is hij ook. Maar hij gaat terug naar die lokale gemeente. Hij zegt, waar twee of drie tezamen zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Dus dit is Gods gedachte. Alles wat ik je vandaag vertel is hoe God erover denkt. Hoe mensen verschillend erover denken, dat is wat anders. Maar we gaan ervan uit hoe God erover denkt. En God werkt met de lokale gemeente. Dat kun je lezen in de hele Bijbel. Er waren gemeentes in Colosse, in Thessaloniki, in Korinthe. Noem het maar op. Hè? Er waren meerdere gemeentes, Filippi. God werkt met de lokale gemeente. Wie de Bijbel leest, komt er niet onderuit dat God werkt vanuit de lokale gemeente en naar de lokale gemeente toe. Handelingen 14 vers 23 spreekt over de gemeente. Laat ons het lezen, Handelingen 14 vers 23. Ik ben blij dat Gods geest me geïnspireerd heeft om dit vanmorgen te preken. En het is mooi in deze kerstdagen, want hier heeft Jezus zijn leven voor gegeven. Handelingen 14 vers 23 zegt, en nadat zij, spreken over Paulus en zijn compagnons, Paulus en zijn geloofsgenoten, nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de heren op in wie zij geloofd hadden. Hier zien wij het patroon van de gemeente. Er staat in elke gemeente. Dus dit is niet de universele gemeente. In elke gemeente. Paulus had gemeenten gesticht. En in elke gemeente stelden zij oudsten aan, leiders. De voorganger is ook een oudste. Paulus noemt zichzelf ook een, of Petrus noemt zichzelf een mede-oudste. Dus ik ben ook een oudste, mijn vrouw is een oudste, Dirk is een oudste, Dirk Notenboom, Hester is een oudste. De leider is ook een mede-oudste. En zo, zij stelden oudsten aan, de mensen in leiderschap om richting aan anderen te geven, in elke gemeente, en om het volk van God te leiden. Let op dat oudsten worden aangesteld. Een voorganger wordt geroepen. Een oudste wordt aangesteld. Met andere woorden, om een oudste te worden, moet je een voorganger hebben. Dus dit laat zien de verhoudingen die er zijn. Er staat, ze stelden oudsten aan. Zij waren geroepen en ze stelden oudsten aan. Een diaken wordt ook aangesteld. Dus je stelt jezelf niet aan als oudste. Je stelt jezelf niet aan als diaken. Het gebeurt door mensen die God geroepen heeft. En een apostel wordt geroepen. Een voorganger wordt geroepen. Het is een roeping. En vaak gebeurt het ook vanuit een gemeente dat iemand dient eerst in een gemeente en dan komt die roeping. Maar goed, daar gaan we meer over horen. Zoals we zien hier dat ze dus in elke gemeente oudsten aanstelden. En de gemeente is van God. De gemeente is van God. We gaan naar Handelingen 20, vers 28, om je dat te laten zien. De gemeente is van God. Laat ons dat lezen in Handelingen 20, vers 28. Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te wijden. Van wie is de gemeente? Van wie is de gemeente? Niet van Paulus. Niet van Petrus. Niet van Edgar Holder. De gemeente is van God. Zit dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Is de Heilige Geest die deze mensen dus geroepen heeft tot deze taak, om de gemeente van God te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigene, dat is Jezus Christus, verworven heeft. Hier staan serieuze dingen hoor. Hier staat dat de gemeente niet van een voorganger is.
De gemeente is niet van gewoon een mens, het is de gemeente van God. En er staat, hij heeft die gemeente zich verworven door zijn eigen zoon Jezus Christus te offeren. Dus dit is geen kleine zaak. De gemeente is van God en hij heeft duur betaald ervoor. Het is een dure prijs die God betaald heeft om deze gemeente te hebben. En dan staat er, hij heeft zich die gemeente verworven door het bloed van zijn eigene, van zijn zoon Jezus Christus. De gemeente is ook van Christus, als je leest in Galaten 1 vers 22. Het is van God en eigenlijk ook Christus. En straks aan het einde geeft Christus alles aan God. Hoeveel weet dat in de Bijbel staat? De gemeente is van God. Jezus is eigenlijk het hoofd van de gemeente. De gemeente is de bruid van Jezus Christus. Maar straks aan het einde geeft Jezus de hele autoriteit aan de Vader. Het staat er. Ja, dan geeft hij het aan de Vader, het hele verhaal. Maar hij is ook het hoofd van de gemeente. En dan staat er in Galaten 1 vers 22, hier, let op. En ik was aan de gemeenten van Christus in Judea van aanzien onbekend. Zie je, de gemeenten van Christus. En Christus is ook de Heilige Geest. Dus wij kunnen vandaag kort samenvatten en zeggen, de gemeente is van God de Vader. Sorry, is dat in daar nog? De gemeente is van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En wij zijn die gemeente. Maar hij is de eigenaar van de gemeente. Van Jezus staat er geschreven in Efeze 1 vers 22, 23. Hè? Hij is het hoofd van de gemeente. En dit brengt ons tot belangrijke conclusies. Dit brengt ons tot belangrijke vragen. En ik zou willen zeggen, stel jezelf de vraag, in wiens gemeente zit ik? Want als je begrijpt in wiens gemeente je zit, gaat het je brengen tot een punt om rekening met die persoon te houden. Ik ben bang dat sommige christenen denken dat de gemeente van hun is. En sommige leiders denken dat de gemeente van hun is. Maar de leider heeft een plek in de gemeente en alle anderen hebben een plek in de gemeente. De gemeente is van God. Is van Jezus, is van de Heilige Geest. Oké, als ik weet van wie de gemeente is, hoor ik ook naar die persoon te luisteren. Mooi is dit, hè? Als ik weet van wie de gemeente is, moet ik naar die persoon luisteren. En dit is belangrijk, roeping, route en roep zit hieraan vast. Roeping, route en roep zit hieraan vast. Hoe luister ik? Als ik mijn roeping wil vervullen, zal ik moeten luisteren naar degene die me geroepen heeft. Is logisch toch? Dit is niet zo moeilijk onderwijs. Als ik mijn roeping wil vervullen, moet ik luisteren naar degene die me geroepen heeft. En moet ik de weg volgen die persoon mij aanwijst. En dan krijg ik de goedkeuring van die persoon. Ik zie Ruud Groeneveld daar zitten. Hij heeft bij de politie gewerkt voor jaren. Inspecteur van politie geweest. Hij is niet zomaar inspecteur geworden. Hij heeft geluisterd naar eigenlijk de roeping van politieagent eerst. Hij heeft de route gevolgd. Hij heeft geluisterd. En dan gaat er een roep van hem uit. Hij is nou inspecteur van politie. Ik weet zeker dat hij die route gevolgd heeft. Anders was hij het niet geworden. Hoor je wat ik zeg? Hij had het nooit geworden. Ze meerdere hadden gedacht, die man luistert niet. En hij had gewoon een andere functie gehad. Het feit dat hij zover is gekomen, zegt mij dat Ruud Groeneveld de roeping heeft aangenomen, de route heeft gevolgd en de roep als zegen heeft gehad in zijn leven. Is niet zo moeilijk, toch? In welk bedrijf werk je? Is ook een goede vraag. In welk bedrijf werk je? En naar wie luister je in dit bedrijf? Als jij bij de Lidl werkt, kan je niet luisteren naar de manager van Albert Heijn.
Ik probeer praktische voorbeelden te gebruiken om mensen te helpen. Jij kan niet bij Lidl werken en zeg ik luister naar de directeur van Esso. Dan zegt de leiding in Lidl tegen jou, wil je niet bij Esso gaan werken dan? Want het is niet logisch. Is niet logisch. Dus in welk bedrijf ik werk, naar die mensen luister ik. Ik doe de dingen die met dit bedrijf te maken hebben in overleg volgens protocol. Dit is leuk, hè? Want dit helpt ons om dingen van God te pakken. Als ik bij een bedrijf werk, doe ik niet mijn eigen ding. Als de directeur zegt, je moet dat en dat doen, en hij komt een half uur later en zegt, laat het toch maar staan en doe dat en dat, heb je geen keuze eigenlijk. Dan kan je zeggen, ja, maar heb eerst gezegd dat ik dit moet doen. Ik maak het eerst af. En dan doe ik dat. Die man gaat zeggen, wacht even, ik ben de directeur hier. Ik zeg, dit moet je even laten en doe dat, want dat is in het belang van het bedrijf nu. De meeste werknemers, die doen het zo. Behalve eigenwijze mensen. Maar we gaan uit van gezonde patronen. Als je in een ziekenhuis werkt en je bent op de operatiekamer, ga je echt luisteren naar de chirurg die daar is. En je gaat luisteren naar de anesthesist. Jij bepaalt niet. Jij hebt een bepaald deel waar je verantwoordelijk voor bent. En dat moet je goed doen, maar je hoort te luisteren naar je leidinggevende. Kan ik amen hoor. Maar we leven in een tijd waar iedereen bevelen wil geven. En dat kan, maar Gods Koninkrijk heeft zijn normen en zijn patronen. Oké. Ik ga niet mijn eigen gang. Ik heb gewerkt op het ministerie van Onderwijs in Den Haag 2 jaar. Nou, ze wisten me precies te zeggen wat ik moest doen hoor. En weet je wat ik heb gedaan? Want ik wilde mijn salaris ook krijgen. Ja. En ik maakte dossiers, ik deed dit, ik deed dat. En God had me geroepen, maar ik kon niet tegen hen zeggen, luister, ik wil geen dossiers hier maken. Ik wil geen brieven sturen naar die en die, want God heeft mij geroepen. Hadden ze gezegd, wil je God ook vragen om je salaris te geven, einde van de maand? God had me geroepen, maar God had me ook daar gebracht om te werken voor een poos. Dus ik heb gedaan wat ze van me vroegen. En het gekke is dat doorgaans pakken we deze dingen goed op ons werk, behalve in de gemeente van de Heer. In de gemeente van de Heer is iedereen leider. En dat kan niet, want dit heeft te maken met doorbraak. Als we echt doorbraak willen hebben, zullen we moeten leren terug te keren tot Gods orde. Ik herhaal, als we echt doorbraak willen hebben, zullen wij moeten terugkeren tot Gods orde. Het geldt voor mij in de eerste plaats en voor ons allemaal. Oké, hoe ziet God zijn gemeente? Gods patroon is de gemeente onder leiding van voorgangers. Dat is het eerste wat je moet begrijpen. Gods patroon is de gemeente staat onder leiding van voorgangers. De gemeente staat niet onder leiding van een evangelist of een profeet of een leraar. De gemeente staat onder leiding van voorgangers. Evangelisten komen langs om te ondersteunen. Leraren komen langs om te onderwijzen. Profeten komen langs om de weg te wijzen. Maar de voorganger draagt de verantwoordelijkheid. Dat staat in Gods woord. Als profeten hier binnenkomen, het eerste wat ze tegen ons zeggen is, als wij dingen zeggen die niet kloppen, heb je het recht ons te stoppen. En we hebben sterke profeten in ons midden gehad door de jaren heen. Eldon Wilson is er een van. Hij is nu bij de Heer. Sterke profeet. In feite als hij geprofeteerd had, vroeg hij aan ons, kan je het bevestigen, apostel of voorganger? Degene die aan de postweg geweest zijn, kunnen dit nog herinneren. Dan profeteerde hij over mensen en hij zei van tevoren, als de voorganger in dit huis het niet goedkeurt en accordeert, heeft het geen bestaansrecht. Een loslopende profeet kan ook niet zomaar wat tegen jou zeggen zonder je te verwijzen naar je voorganger. Dit is een goede om verwarring te voorkomen. Een loslopende profeet die zomaar allerlei dingen over je leven loopt te profeteren zonder je te verwijzen naar je voorganger, is een bedenkelijk verhaal.
Want een profeet hoort rekening te houden met de voorganger. Het kan me niet schelen of ze op de televisie zitten of ze op waar ze ook zijn. Ze kunnen niet zonder je voorganger allerlei dingen over je leven roepen. Is niet Gods orde. Ik zeg niet dat ze niks kunnen zeggen. Ze kunnen wat zeggen, maar zonder te zeggen, ga en praat met je voorganger. Hoeveel begrijpen dit verschil? Je moet scherp luisteren. Ik zeg niet dat een profeet die God stuurt niet kan langskomen en zeggen, God zegt dat en dat. Maar hij zal gelijk moeten zeggen, wie is je voorganger? Ga en praat met je voorganger hierover. Want wie moet je verder begeleiden? Je voorganger. Ja, je voorganger. De buren kunnen wat van je kinderen zeggen, maar ze zullen toch eerst met jou moeten overleggen, want jij voedt je kinderen op. Waarom accepteren wij dit in die dingen wel en in Gods koninkrijk niet? Soms dan komen mensen naar me toe, ik heb een woord van God voor je, ik ben een profeet. Het eerste wat ik vraag is, wie is je voorganger? Ja, die heb ik niet, zeg ik, dan wil ik je woord ook niet horen. Acuut, ik wil niet eens luisteren naar ze. Maar dan denk ik, waarom ben je loslopend? Waar hoor je bij? Ja, en de Heer heeft me een droom van je gegeven. Hé, wie is je voorganger? Heb ik niet. Geloof niet in voorgangers. Dan zeg ik, ik geloof ook niet in jouw droom. Omdat ik volle goddelijke patroon is een bescherming voor mij en voor jou. Kan ik amen horen? Niet iedereen vindt deze dingen leuk, maar mensen die God willen dienen, omarmen deze dingen. In Openbaring hoofdstuk 2, dan lees je in vers 1, schrijf aan de engel van de gemeente. Niet engelen, schrijf aan de engel van de gemeente. In Openbaring 2 en 3 zien we 7 gemeenten in Klein-Azië. Efeze, Pergamum, Smyrna, Thyatira, noem ze maar op. Hè. 7 gemeenten zie je daar en het is eigenlijk het staat voor het lichaam van Christus. Die 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3 staan daar als een voorbeeld voor het hele lichaam van Christus. En dan zie je dat de opdracht wordt gegeven door de Heer Jezus om aan de engel van elke gemeente te schrijven. En de Bijbel legt het ook uit wie die engel is. De engel is de voorganger. De engel is niet de profeet. De engel is niet de leraar. De engel is niet de evangelist. De engel is de voorganger. Ik hoop dat je dit begrijpt, want God heeft het zo ingesteld. Een evangelist brengt zijn boodschap en hij gaat weg. Hij begraaft je niet, hij bezoekt je niet als je ziek bent. Een profeet zegt, die weg moet je gaan en hij gaat weg. Hij begraaft je niet, hij bezoekt je ook niet als je in het ziekenhuis ligt. Een leraar doet hetzelfde. Weet je wie je bezoekt? De voorganger en de mensen die hij heeft aangesteld. De voorganger en de apostel. En natuurlijk kan een voorganger niet iedereen persoonlijk bezoeken, maar heeft een heel team. Hij heeft oudsten, hij heeft diaken, hij heeft pastorale werkers. Je moet het verhaal zien. En dat is zijn taak. De taak van de voorganger is om zieken te bezoeken. Als hij zelf niet kan, gaat de oudste, of gaat een diaken, of gaat een pastoraal werker. Maar hij draagt die taak. Anders zegt hij, ik ben ziek geweest, je bent niet gekomen. Ik hoop dat je dit begrijpt. En de evangelist brengt zijn preek. Ik ben voor jaren evangelist geweest. Weet je hoe leuk dat was? Man, ik kwam in allerlei gemeentes. Ik bracht een boodschap. De mensen juichten, ze staan bijna op de banken. Want ik heb niks met hun problemen van doen. Na de dienst komen ze naar me toe om advies te vragen voor hun problemen. Zeg ik, praat met je voorganger en ik ga weg. Want dat is een makkelijke job. Ik breng mijn boodschap, de problemen zijn voor de voorganger. En toen werd ik zelf voorganger. En toen zag ik in één keer de verantwoordelijkheid. Ja? Wanneer begraaft een evangelist nou mensen? De voorganger moet ze begraven. Hij zit met de pijn. Wanneer bezoekt een evangelist? Ik zeg niet dat ze het niet doen, maar in general is het niet iets wat zij doen. Het is de voorganger die deze dingen doet. En God houdt hem verantwoordelijk. God houdt de voorganger verantwoordelijk voor deze dingen. Dus dit is Gods patroon. En in Openbaring 2 en 3 staat er, schrijf aan de engel van de gemeente. Dus God, dat houdt in dat God de gemeente wil bereiken door de voorganger. Kan ik amen horen?
Er zijn heel wat dingen die God persoonlijk tegen jou zegt. Dat is jouw relatie met hem. Maar wat de gang in zijn gemeente aangaat en de visie voor zijn gemeente gaat niet via gemeenteleden, gaat via de voorganger. En God houdt hem verantwoordelijk. Er staat er toch? Schrijf aan de... Het staat er hier. Schrijf aan de engel, niet engelen. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dat is die voorganger daar. En hij kan ook een medevoorganger hebben. Hij kan leiders hebben die hem helpen. Maar hij is de setman. Hij is degene die de eerste verantwoordelijkheid draagt. En je ziet hoe God, hoe de Heer verder praat. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn hand, zijn rechterhand houdt. En die tussen de 7 kandelaren wandelt. Dit laat de serieusiteit van het verhaal zien. Want eigenlijk zegt de Heer hier, ik wandel te midden van mijn gemeente. Ik wandel te midden van mijn gemeente. En die engel is de sleutel die ik gebruik om mijn gemeente te trainen. Vooropgesteld dat het een geroepen man is natuurlijk, hè? Of een geroepen vrouw. Hoeveel zien Gods patroon hierin, mensen? Dit is niet wat Holder zegt. Holder is ook hieraan onderworpen. De gemeentestructuur in het Nieuwe Testament is ondubbelzinnig. Voorganger, oudsten, diakenen, bestuurders, werkers, gemeenteleden. De gemeentestructuur in het Nieuwe Testament is ondubbelzinnig. Voorganger, oudsten, diakenen, bestuurders, werkers, gemeenteleden. En dat is Gods patroon, dat kan ik niet veranderen. En een voorganger, een apostel kan ook een voorganger zijn. Want die apostel is die duim die voor al die vingers kan verschijnen. Geen van die andere vingers kan het doen. Er is geen ene vinger behalve de duim die voor alle andere vingers kan staan. Als dat zo is, heb je een rare hand. Ja, maar de duim, die kan overal voor zijn. Dat is de apostel. De apostel kan een leraar zijn, een herder zijn, een evangelist zijn en een profeet zijn. Dat zit vast aan die apostolische salving. Dus de apostel en de voorganger zijn verantwoordelijk. God zegt dat. In Hebreeën 13 vers 17. Laat ik uitgaande van Openbaring 2 en 3. Paulus schrijft zijn brieven ook aan gemeenten. Ja. In Openbaring 2 en 3 zegt de Heer schrijf aan de engel van de gemeente. En Paulus schrijft zijn 13 brieven ook aan gemeenten. En hij schreef via de voorgangers. En dan lezen wij in Hebreeën 13 vers 17. Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen. Dat is niet een slaafse onderworpenheid. Maar dat betekent ik geef me over aan de dingen van God. Want het woord onderwerpen dat vinden mensen niet leuk. Maar eigenlijk betekent dit stel je onder leiding. Stel je onder leiding. Dat doe je toch ook op je werk? Dat doe je toch ook in je gezin? Vroeger als ik weg wilde gaan, stapte ik gewoon op en ik was weg. Tot ik getrouwd ben. Als je schoenen al aantrekt, vragen kinderen al, pa, waar ga je? Als je strop daar staat te stroppen, zeg je partner tegen je, ga je weg? Dus je houdt rekening met elkaar. En als jij je mascara zit te doen en met je lippenstift bezig bent, zegt je man ook, ga je ergens naartoe. Dus zodra je met elkaar van doen hebt, moet je rekening met elkaar willen houden. En dat is wat er hier staat, onderwerp je aan hen. Dit is niet je moet, nee, dit is ik wil. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, ik wil luisteren naar de Heer. Wauw. Gehoorzaamt uw voorgangers, onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen. Zij letten op dingen. God heeft ze toegerust om je te helpen. Daar zij rekenschap moeten afleggen. Een voorgangers taak is om je te helpen, niet in valstrikken van de vijand terecht te komen. Een voorgangers taak is om je onderricht te geven hoe sterk te staan. Een voorgangerstaak is om jou dingen te laten zien die jij zelf niet ziet. En met een voorganger bedoel ik ook de leiders rondom hem.
Dit is gewoon een goddelijk patroon. En let op wat er staat. Daar zij rekenschap moeten afleggen voor je zielen. Dat houdt in dat er consequenties aan verbonden zijn. Op het moment dat je rekenschap moet afleggen, zet er consequentie aan vast. Anders heeft rekenschap afleggen geen functie. Dus God houdt elke voorganger verantwoordelijk. Ook voorgangers die zichzelf geroepen hebben, die nooit door God geroepen zijn. Ik wil niet in hun schoenen staan, die hebben een probleem. In Pinksteren kan iedereen een gemeente beginnen. Bij de hervormde is het lastig, want je moet eerst bepaalde papieren hebben en toestanden. Maar in de Pinkstergemeente, dat is de vrijheid die er is. Maar die vrijheid kan ook misbruikt worden. Iedereen, als één van jullie hier opstaat morgen en zegt ik begin een gemeente, kan ik je niet tegenhouden. En er zullen altijd mensen zijn die komen. De vraag is, heeft God je geroepen? Je hebt kans dat je de rest van je leven met 10 mensen blijft zitten. En maar volharden dat God je geroepen heeft. In plaats van je toe te voegen gewoon aan een gezonde gemeente en een zegen te zijn. Maar iedereen kan zichzelf roepen. Maar de Bijbel zegt, niemand meet zichzelf die waardigheid toe. Zelfs Jezus heeft zichzelf niet geroepen. God heeft hem geroepen. En ik weet dat God me geroepen heeft. Als hij me niet geroepen had, zou ik weglopen. Geef me nog 10 minuten alsjeblieft. Ik zou echt weglopen. Klok alsjeblieft, 10 minuten. Je roept jezelf niet. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, je roept jezelf niet tot voorganger. God roept jou. En het is een grote verantwoordelijkheid. Want het is geen makkelijke taak. Waarom denk je dat God zegt, bewijs de voorganger en oudsten die het woord brengen dubbel eer? Omdat het niet makkelijk is. Ik lees dit van niks anders in de Bijbel. Maar aangaande de voorganger, zegt God, bewijs hem dubbel eer. Dat is niet omdat God hem omhoog wil duwen. Het is omdat God hem wil bemoedigen te midden van de druk. Er is veel druk. Voorganger zijn is niet simpel. Je bent pispaaltje van iedereen in zekere zin. Iedereen schopt tegen je. Of iedereen heel wat schoppen tegen jou. Het is niet de naam, het is de positie. Als de voorganger Jansen heet, heeft hij er mee van doen. Zet je voorganger Klaassen neer, heeft hij ook er mee van doen. Zet je voorganger Dirksen mee, heeft hij er mee van doen. Is de positie. De natuur van de mens is om daartegen te schoppen. En daarom staat er, onderwerp je aan de leiders. Help ze. Want Paulus zegt, maak het hun niet zwaar, want dat zou jou geen nut doen. Want als je ze te zwaar maakt, missen ze de scherpte om je te helpen. Kan ik aan mijn oren? Je moet niet stenen in hun zak leggen. Je moet helpen dragen. Je moet een Aaron en een Hur zijn die handen omhoog houden. Maar er zijn heel wat gelovigen die halen handen naar beneden. Als het moet is, halen ze ook benen om naar beneden. Je moet steunen. Zolang ze bij het woord van God blijven. Want als een voorganger je zegt om in de Maas te springen, zeg tegen hem, spring eerst. Ja. want God is een gezonde God, kan ik amen horen. Als een voorganger je zegt om iets verkeerds te eten, moet je het niet doen. Want we zijn gezonde mensen, nietwaar? Dit wil niet zeggen dat je dus je eigen verantwoordelijkheid verliest. In je eigen gezin bepaal jij hoe je de dingen doet. Wat je kleedt, wat je eet, al die dingen. Maar alles wat met de gemeente van de Heer te doen heeft, daar hou je rekening mee met de visie van het huis. Oké. En dan staat er, laten zij het met vreugde kunnen doen en niet als zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Je kan niet 2 voorgangers hebben. Dit voorbeeld bestaat niet in de Bijbel. Er is altijd 1 set man. Er kunnen meerdere voorgangers verbonden zijn aan hun werk, dat kan, maar 1 is de echte leider. Oké. En als je naar Efeze 4, vers 11 tot 16 gaat, dan zie je daar de vijfvoudige bediening: apostel, profeet, evangelist, herders, voorgangers, leraar. En de voorganger draagt de verantwoordelijkheid. Ik wil wat hier zeggen. Alle bedieningen naast een gemeente horen de plaatselijke gemeente te versterken. Er zijn heel wat bedieningen. Iemand kan een stichting hebben voor dit, een stichting voor dat.
Maar als het niet de plaatselijke gemeente versterkt, gaan ze aan iets voorbij. Als iemand een beroep op je doet, kom bij me werken, terwijl ze weten dat je in een gemeente zit. Maar ze gaan niet via je voorganger, overtreden ze Gods patroon. Soms willen mensen allerlei dingen doen. Een muziekgroep, een dit en dat. En ze gaan mensen werven buiten de voorgangers om. Is niet Gods patroon. Want jij draagt niet de verantwoordelijkheid voor de schaap. En als deze dingen niet onderwezen worden, dan blijft men het doen. Als iemand mij zou vragen, want ik heb ook veel gitaar gespeeld en al die dingen. Wil je gitaar komen spelen? Dan vraag ik ze, wie is je voorganger? Weet je voorganger dat je dit doet? Soms organiseren mensen dingen buiten hun voorganger om, geestelijke dingen. Kan niet. Je hoort rekening te houden, je bespreekt het eerst met je leider. Je bespreekt het eerst met je, dat doe je toch ook bij je baas? Je bespreekt het eerst met je leider. Je gaat niet rechtstreeks naar schapen. Ik ga niet naar Europort gemeente om de schapen daar te zeggen wat ze moeten doen. God heeft mij die plek niet gegeven. Mocht ik al een beroep op Europort gemeente willen doen om mij te helpen, hoor ik via de voorganger te gaan. Kan ik amen horen? Maar we leven in een tijd waar mensen denken, het hoeft niet. Ik ga rechtstreeks. En wat krijg je dan? Je krijgt verwarring. Je krijgt verwarring, want mensen worden boos. Als je dan zegt, hé, je had het moeten overleggen, worden mensen boos. Maar jij bepaalt toch niet voor mij? Nee, maar God heeft zijn orde gegeven. Laat ik het nog een andere noemen. Een bijbelschool die jou aanvaardt zonder de handtekening van je voorganger, is bedenkelijk. En ik ken bijbelscholen die het wel doen. Als jij naar een bijbelschool wil gaan van een Rodney Howard Brown, zegt hij, je voorganger moet ondertekenen. En een gezonde bijbelschool heeft dat. Omdat die bijbelschool niet de verantwoordelijkheid draagt voor jou, de voorganger. En wat krijg je? Je krijgt stille rebellen als je niet uitkijkt. Want als je naar die bijbelschool gaat en ze leren je dingen die misschien in je kerk anders gelegen zijn, en je komt van die bijbelschool af en je komt terug in je gemeente, heb je een probleem. En vaak zie je dat bijbelstudenten dan de voorganger willen gaan onderwijzen. Het is wereldwijd bekend dat voorgangers voorzichtig zijn met bijbelschoolstudenten als er niet een contact bestaat tussen de bijbelschool en de gemeente. Daarom hebben wij onze eigen bijbelschool in huis. Want een bijbelschool heeft een training, en het is prima, maar als het niet past in de visie van het huis waar jij bent, heb je een probleem. Want ik weet, een van onze leiders ging jaren geleden naar een bijbelschool en hij kwam met het formulier. Ik zeg, prima, ik geloof in die bijbelschool, ik onderteken het. Ik zeg, maar weet wel dit, dat de visie daar is niet helemaal hier. En de persoon ging erheen en kwam terug. Na jaren zei hij, je hebt gelijk gehad. Ik ben blij dat je met me gepraat hebt vooraf. Dat is de zegen dat die bijbelschool zei, je voorganger moet tekenen. Doordat de voorganger moest tekenen, kon ik praten met deze persoon. Is vandaag een van onze campusleiders. Ik kon praten met die persoon en zeggen, ik geloof wat daar gebeurt. Alleen die visie is niet deze visie. Dit is de visie die mij gegeven heeft. Dat is de visie die God hem gegeven heeft. Dus als je terugkomt, weet dat die visie niet helemaal hier toepasbaar is. En de persoon was het ermee eens. Ik heb ondertekend, die is gegaan. En die kwam terug en na jaren zei hij, ben ik blij dat hij dat gezegd heeft. Ik moest echt een keuze maken om met deze visie mee te vloeien. En die hoefde niet mee te vloeien, maar dan wordt het moeilijk om iemand in te zetten. Dit zijn bijbelse patronen. Dus wanneer er een verband is tussen de leider van een bijbelschool en de leider van een gemeente, gaat het goed. Dat houdt in dat elke bijbelschool die niet de voorganger erbij betrekt, een verkeerde weg op gaat. Je kweekt stille rebellen, want mensen worden boos. En er zijn meer parakerken, kan me niet schelen, God heeft gezegd, predik deze boodschap. Er zijn meer parakerkelijke organisaties die heel wat dingen doen buiten voorgangers. Dan weet je wat je krijgt? Stille rebellen. Want mensen worden boos. Want ga dan naar de mensen om ze uit te leggen.
Nadat iemand je heeft, stel je voor een of andere organisatie, roept je binnen om daar allerlei dingen voor hun te doen. En de voorganger zegt dat je eerst moet overleggen. Is de voorganger de gebeten hond? Want de schapen worden boos. Ja, maar je gaat toch niet zeggen wat ik moet doen, wat ik niet kan doen. En het probleem is niet het schaap meer. Het probleem is die organisatie die de deur heeft opengezet. Hoeveel horen wat er hier gezegd wordt? Want de schapen zijn slachtoffer in dit verband. Leiders moeten leren rekening te houden met Gods patroon. En als we rekening houden met Gods patroon, is net een vader en een moeder. Je moet zorgen dat je samen op één lijn bent om een kind op te voeden. Anders krijg je ook lastige dingen in je gezin. Ik hoop dat je dit kan begrijpen vandaag. En dat is niet alleen een bijbelschool, het geldt voor meerdere dingen zo. Ik eindig met dit voorbeeld. En misschien ga ik een andere keer door met het tweede gedeelte ervan. Niet iedereen vindt dit leuk, maar ik moet wel Gods patroon leren. Paulus zit in de gevangenis. Je kan het lezen in Filemon hoofdstuk 1. Filemon hoofdstuk 1 vers 8 tot 14, ik ga het niet lezen. Paulus zit in de gevangenis en een weggelopen slaaf, Onesimus, komt tot bekering in de gevangenis. En hij helpt Paulus. En Paulus is blij met die man. En het moment is daar voor Onesimus om uit de gevangenis te gaan. En Paulus wilde hem graag toch nog hebben. Maar dan schrijft hij een brief aan zijn leider, de eigenaar van die slaaf Filemon. En Paulus zegt tegen hem, joh luister, eigenlijk had ik hem zo kunnen vasthouden, want ik ben een apostel. Maar ik wil het niet buiten jou omdoen. Zie je goddelijke patroon hier? Misschien moeten we het lezen hier. Filemon. Daarom, als zou ik volle vrijmoedigheid hebben in Christus, om u te gelasten wat dat betaamt. Geef me het verder. Wat staat er? Toch geef ik ter wille van de liefde. Daarom staat er, heb elkander lief. Ik geef ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek. Nu het zo met mij is dat ik, Paulus, een oud man ben, thans bovendien een gevangene van Christus Jezus of een gevangene voor Christus Jezus. Paulus, de grote apostel, respecteert patronen hier. Hij zegt tegen Filemon, joh, eigenlijk zou ik zo kunnen zeggen, stuur die man naar me toe. Hij zegt maar, ik respecteer de patronen van God. Op een andere plek zegt Paulus, als ik weet dat iemand daar bezig is, ga ik op een andere plek. Al die teksten staan in de Bijbel. Hij zegt, ik ga niet bouwen op een ander fundament. Wij moeten weten hoe Gods patroon werkt. En je kan het lezen in de Bijbel. Kijk of ik die tekst snel voor je kan vinden. Ik ga niet bouwen op een ander mens, op een ander mans fundament. Laten we eens kijken naar 2 Korinthe 10, vers 14 en 17. Ik hoop dat ik het goede hier heb. 2 Korinthe 10, vers 14 en 17. Ik hoop dat de beamer mij kan helpen. Dit zijn lessen, we moeten het weten, want God wil doorbraak geven. Ja, 2 Korinthe hoofdstuk 10. Filemon hebben we al gehad. Ja. Dit wordt niet veel onderwezen. Maar het moet onderwezen worden. Kan ik aan mijn oren? Het moet onderwezen worden. Beamer, lukt het nog? In ieder geval, Paulus zegt, ik ga niet daar waar anderen bezig zijn. Als jij daar bezig bent, ga ik daar, zegt hij. Hij zegt, want ik ga niet op jouw fundament bouwen. En ik geloof dat dit een heel belangrijk iets is, om integriteit te tonen. Paulus zegt ook, ik ga niet buiten de regels om. 2 Korinthe 10 vers 13 en 2 Korinthe 10 vers 14 tot 17 vertelt ons dit. Hij zegt, ik ga niet buiten de regels om. En ik hoop dat je dit kan waarderen. Dit zijn belangrijke dingen. Edgar Rolder gaat ook niet buiten de regels om. Door de jaren heen zijn heel wat mensen naar me toegekomen. Ik wil bij jou in de gemeente komen. Er is niet één die kan zeggen dat ik gezegd heb, kom. Tegen allemaal zeg ik, wie is je voorganger? En als ik hoor wie een voorganger is, zeg ik, je bent in een fijne gemeente. Waarom wil je hier komen? Vraag mijn vrouw hoeveel mensen ik heb teruggestuurd. God moest met me praten. God zei, luister, dat je ze terugstuurt is goed. Maar als ze toch kiezen om te komen, kan je niks doen. Als ze het maar goed afhandelen waar ze zijn. Dus hij heeft gezegd, je kan ze niet wegsturen, want het zijn mijn schapen.
Maar je mag ze niet verleiden om te komen. Hoeveel begrijpen het verschil? Ik heb dit echt voor jaren gedaan. Er lopen genoeg christenen rond die weten dat ik ze teruggestuurd heb naar hun gemeente. Ik verleid je niet, ik verlok je niet, ja, kom maar bij mij. De Heilige Geest sprak met mij, zeg maar, als ze toch komen en ze hebben het goed afgehandeld bij hun gemeente, moet je ze accepteren, want het zijn mijn schapen. Maar jij mag ze niet verleiden, zegt hij. Jij moet integer blijven. Is er iemand hier in deze zaal die kan zeggen, Holder, je hebt me verleid om hier te komen? Dan moet je hand niet opsteken. Ik doe het niet, omdat, en ik geloof, dan ben je gepositioneerd voor God om eigenlijk je te laten groeien. Want je wil, ik wil niet groeien met de vis uit de andere vijver. Ik wil onbekeerde mensen winnen voor de Heer. Oké, hier. Wij daarentegen, 2 Korinthe 10, vers 13. Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet te buiten gaan, maar binnen de perken van de regel die God ons als beperking gesteld heeft, ook u bereiken. Dus hij houdt zich aan de regels. Geef me 2 Korinthe 10 vers, wat was het? Vers 13 hebben we al gehad. Wat staat er in vers 13? Oh, we hebben het al, hè? Oké, nou, wat was de andere tekst die ik noemde? Colossenzen 4 vers 17, dan stop ik. Ik hoop dat deze boodschap je helpt om te weten hoe je moet gedragen in het huis van God. Paulus zegt ergens, opdat wij weten hoe wij ons moeten gedragen in het huis van God. Maar als ik het niet onderwijs, de geest van God heeft tot me gesproken. Hij zegt, als je het niet onderwijst, ben jij verantwoordelijk en de mensen zijn vrij. Maar als je het onderwijst en ze luisteren, gaan ze mijn zegen in hun leven zien. Gaan ze andere mensen, ze zullen andere mensen kunnen helpen om gezond te groeien. Want je brengt vruchten voort wat je zelf bent. Je brengt vruchten voort wat je zelf bent. Als iemand je tot bekering brengt, die zweeft naar die gemeente en die gemeente en die gemeente, doe je het ook. Want je hebt geen inzicht, je hebt geen kennis. Terwijl het belangrijk is om getrouwd te zijn in de gemeente waar God je geplaatst heeft. Het is belangrijk om God getrouw te dienen. Dat wil niet zeggen dat je niet een keer naar een andere meeting kan gaan. Daar praat ik niet over vandaag. Dat wil niet zeggen dat je niet naar andere leiders kan luisteren met een goede boodschap. Daar praat ik niet over vandaag. Dat doe ik ook. Je mag luisteren naar goede predikingen en je laten inspireren. En als er een goede meeting is ergens, prima, geen probleem. Maar je moet het patroon kennen van God, zodat je opbouwt in je gemeente en niet afbreekt. Je kan niet naar een conferentie gaan en terugkomen hemelhoog juichend, terwijl je nooit wat zegt van je eigen kerk. Je zegt nooit wat van je eigen gemeente, maar nou ben je naar een conferentie gegaan waar niemand je corrigeert. Niemand zegt je wat je moet doen, alles is glorie, halleluja. Maar in het eigen huis word je gecorrigeerd. Het is hetzelfde, kinderen gaan logeren bij opa en oma of bij de buren, dat is heerlijk. Want papa hoeft niet te zeggen dit. Opa en oma zeggen niet altijd dit mag niet, zus mag niet. Oh, laat maar joh, prima joh. Een bekertje gebroken, geef niet. Oh. Maar de kinderen gaan graag naar opa en oma. Maar bij mama thuis, nee, wil je bed opruimen, wil je dat doen, zus doen. Opa en oma is leuker als hier. Ja, logisch. Nou, oké. Hier tot besluit. Zeg tot Archippus, zorg dat je de bediening die je in de Here aanvaard hebt in de gemeente ook vervult. Dus begrijp goed wat ik hier zeg vandaag. Het is niet gezegd dat je niet naar andere predikers kan luisteren. Als het gezonde predikers zijn, prima. Houd wel altijd rekening met de visie van het huis waar je bent. Dat zijn belangrijke dingen. Als je zelf in de bediening bent, hoor je zeker dingen te overleggen. Als je zelf in de bediening bent, dan overleg je dingen. Dan kijk je wat mogelijk is en wat gaat. Het is netjes, het is geestelijke etiketten. Je kunt niet in de bediening in een kerk zijn en zomaar allerlei andere dingen doen zonder overleg, want je zet een verkeerd voorbeeld. En slecht voorbeeld doet volgen. Dat is wat Paulus ons hier wil leren. Wees een voorbeeld. Wandel in liefde, houd rekening met Gods orde. En tegen Archippus zegt hij, zorg dat je die bediening vervult. Met andere woorden, dat is je eerste verantwoordelijkheid. Kan ik aan mijn oren?
De bediening die je accepteert in een huis is je eerste verantwoordelijkheid. En soms moet je andere dingen laten gaan om je verantwoordelijkheid te vervullen. Je kunt niet te makkelijk denken, ik laat mijn verantwoordelijkheid maar liggen om andere dingen te doen die ik leuk vind. Dit is Gods patroon voor ons allemaal. Beginnende bij Edgar Holder. En ik wilde dit alleen bij mijn werkers brengen, deze training. Maar God sprak tot mij, zegt, breng het bij de hele gemeente. Want je leert ze ook allerlei dingen. Je moet ze dit ook leren. Hij zegt, als je ze niet leert, zijn ze vrij. Hoe moeten ze het weten, zegt hij. Kan ik amen horen, mensen? Hij zegt, als je ze niet leert, hoe moeten ze het weten? En als je het leert en sommigen vinden het niet leuk, moet je loslaten. Maar je moet het ze wel leren, want er zijn genoeg die willen weten wat God wil. Er zijn genoeg die zeggen, ik wil Gods weg gaan. En daar is waar de zegen is. Nou, misschien hebben we een beetje spruitjes vandaag gekregen. Voor sommigen, maar spruitjes is gezond hoor. En misschien heb je sopropo gekregen. Maar het is gezond voor je. Dit is niet mijn in. Als jij andere patronen in de Bijbel ziet, kom het me vertellen. Ik ben eerlijk met je vandaag. Als jij andere patronen in de Bijbel ziet, kom het me vertellen. Maar bestudeer het eerst heel goed, want ik heb dit heel goed bestudeerd. Verknal mijn tijd niet om te praten over dingen die je niet goed bestudeerd hebt. Als je het goed bestudeerd hebt en je ziet een ander patroon, mag je met me komen praten. Wat we doen in onze eigen gezin aan etiketten, moet je ook doen in Gods gezin. Daarom zegt Paulus, als jij in Gods huis wil dienen, dien eerst in je gezin. Leer met je kinderen omgaan. Leer met je vrouw omgaan. Leer liefde te betonen. Als ik meer over de buren hun gezin zou praten als mijn gezin, weet je hoeveel pijn ik mijn gezin doe? Oh, die buren hebben zo'n leuk gezin, zeg. Hier is zo'n puin op. Nou. De buurvrouw kan zo mooi koken, lekker koken, zeggen, wat is zo mooi. Weet je hoe ik mevrouw kapot maak? In alles, de buurvrouw 10 keer mooier als mijn vrouw. Mijn vrouw is mijn vrouw. En mijn vrouw is de mooiste in het hele land. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze boodschap. We vertrouwen dat het je heeft geïnspireerd om in constant contact met de Heilige Geest te leven en om te wandelen in de volle blessing. Voor meer info over onze ministry kun je gaan naar lsm.nl of ga naar lsm.nl/locaties en vind een van onze campussen. Tot de volgende keer!